binnenland van Nederlands-Nieuw-Guinea is deels heuvelachtig en met hoog gras bedekt, deels bergachtig en met oerwouden bezaaid. Van de flora in deze streken is nog weinig bekend, maar wel staat vast dat ze buitengewoon rijk is. Orchideeën zijn er in grote hoeveelheden en in allerlei variëteiten te vinden, zowel bekende als onbekende soorten. Op de rots bij Ifar, gelegen aan de uitloper van het Cycloopgebergte, werden door dit groepje plukkers honderden zogenaamde Nieuw-Guineetjes verzameld. Ook dieper het land in de dichte oerwouden, kan men orchideeën vinden. Vaak groeien ze hoog in de enorme bomen. Omdat een boom meer of minder er hier niet toe doet, wordt hij soms gewoon omgehakt om een zeldzaam exemplaar te bemachtigen. Is omhakken van de boom niet goed mogelijk, dan blijft er nog een weg over, namelijk die langs de lianen omhoog. Een werk waarin de Papua's zeer bedreven zijn. In Hollandia worden de bloemen langs de huizen verkocht en voor zeldzame exemplaren moet men zelfs daar 25 à 40 gulden betalen. Voor de sportieve verzamelaars is het echter veel aantrekkelijker om zelf het binnenland in te gaan, waarbij men dan in één dag tijd een prachtige collectie orchideeën kan aanleggen.